In our research group, we focus on usable security, identity and access management, and Internet of Things system security. How secure are the ever-increasing number of devices that we use every day? And what can we do to further increase that security without sacrificing usability? Capture the Flag, CTF, de wedstrijdvorm die landelijk en internationaal steeds vaker wordt toegepast. In deze wedstrijdvorm worden deelnemers uitgedaagd in het oplossen van technische puzzels. Puzzels over vraagstukken die wij zien bij het bedrijfsleven, gemeentes, banken en fabrieken. Maar leer je er ook van? Als we deze wedstrijdvorm toepassen in onderwijs, leert de student, leert de scholier. Samen met het Nationaal Center for Cybersecurity onderzoeken wij de effectiviteit van deze werkvorm. Waarbij we niet alleen kijken naar wie het snelst de puzzel oplost, maar ook naar de leeropbrengsten. In het project Deurenbouwcase werken we aan het verbeteren van de beveiliging van landbouwrobots. We onderzoeken hoe deze landbouwrobots op een veilige manier kunnen communiceren en zorgen ervoor dat de betrouwbaarheid van informatie is geborgd. Door het ontwikkelen van detectoren willen we in staat zijn om abnormale netwerkverkeer inzichtelijk te maken tussen robots en sensoren. Hiermee zijn de operators in staat om te acteren op het moment dat er een incident ontstaat.